Na mijn studie aan de Kunstacademie ben ik al snel les gaan geven. Ik kwam erachter dat lesgeven mijn passie is. Het contact met de cursisten vind ik erg fijn. En we komen samen elke keer weer tot nieuwe en bijzondere dingen. Dit is mijn atelier en ik geef hier cursussen, ook workshops. En er zijn hier een aantal cursisten aan het werk vandaag. Sommigen zijn al jaren op les en sommigen zijn net voor het eerst. Die hebben een paar lessen gehad, die zijn net begonnen. Na vele jaren lesgeven en contact met honderden leerlingen kreeg ik behoefte om iets meer te doen met al die praktijkervaring. Ik wil op een makkelijke manier nog meer mensen bereiken. Ik heb een boek geschreven, dat heet Je zintuigen als inspiratie. En de ondertitel is een zoektocht naar een kunstzinnige vorming en communicatie. Ik ben bezig met een kwartetspel voor blinden en slechtzienden. En ik heb het boek gebruikt als leidraad voor mijn concept. En met het boek krijg je toch een houvast en kun je een project helemaal afsluiten van begin tot eind. Het is een soort van kunstlesboek of een kunstdoeboek waarbij particulieren, maar ook leerkrachten of activiteitenbegeleiders zelf of met hun leerlingen of cliënten aan de gang kunnen gaan. Ik heb zelf als activiteitentherapeute gewerkt. Ik denk dat het boek heel goed te gebruiken is in de praktijk, omdat het heel opbouwend is van wat je eigenlijk ook in de praktijk als voorbeeld kunt gebruiken. Dus het is niet alleen maar een theoretisch boek. Je kunt het ook heel goed vertalen naar de praktijk en de voorbeelden gebruiken tijdens je opleiding, tijdens je beroep. Het is gewoon eigenlijk multifunctioneel, zeg maar. Belangrijk is dat je, wanneer je bezig bent, steeds kijkt van waar ben ik in mijn model, zodat je nog niet bezig hoeft te zijn met een stapje vooruit. Wanneer je dus aan het experimenteren bent, hoef je nog niet bezig te zijn met het resultaat of het presenteren daarvan. Ik loop nogal eens een keer vast en dan kijk ik in het boek en denk van, oh ja, als ik een andere lichtval heb of ik heb een andere kleurwaarneming of een andere geurwaarneming, die kan ik ook op papier zetten. Dus voor mij is het een houvast om iets op papier te kunnen zetten. Het is een boek om te leren schilderen en ook opdrachten te doen met kinderen. Ook heel erg leuk om te doen, vooral met kleinkinderen bijvoorbeeld. Ik geloof ook dat als je geen les krijgt van Jofke, dat je ook gewoon zelfstandig aan de slag kan met het boek en zo een hele andere kant van jezelf ontdekt en verder komt met je kunst en je creativiteit. Het boek is ook als luisterboek verkrijgbaar, bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking. Het boek is door mij geschreven, geredigeerd en uitgegeven en Maarten van den Beemt maakte de schitterende illustraties en deed de algehele vormgeving. Alle informatie en bestelmogelijkheden vind je op www.studioxplo.nl.